voor komt te staan om 42, 50, 57. En dat is voorlopig de tweede plek achter in die kamphuis met DVS Little Milton. En dan gaan we kijken naar de laatste deelnemer uit deze groep. Dat is Ronke Winkel uit Dambouden. Voor de wagen Royaal de Knip. Een 12-jarige velpony. En achterop zijn schoonvader Jelko Munari. De Ronke is in het dagelijks leven een kraanmachinist. Zijn schoonvader is telefonieverkoper. En daar klinkt de bel, want de proef is er vandaag afgestapt. Zijn ze weer gestart, Ronke Winkel en Jan Murari met de Royaal. En dan zitten ze in de tweede inreis. Thank you.